Er was dus een man die een wijngaard aanlegde. Daarna verpachtte hij hem en ging voor lange tijd op reis. Toen het tijd voor de druivenoogst was, zond hij een knecht naar de pachters om zijn deel van de oogst op te halen. Maar de pachters mishandelden de knecht en gaven hem niets mee. Hij stuurde een andere knecht. Maar de pachters sloegen hem ook. Behandelden hem schaamteloos. Ook hij keerde met lege handen terug. Toen stuurde hij een derde knecht. Ook die werd verwond de wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar bij zichzelf: wat moet ik doen? Ik stuur mijn eigen zoon. Voor hem hebben ze zeker respect. Maar toen de pachters hem zagen aankomen, zeiden ze tegen elkaar: dat is de erfgenaam. Laten we hem doden, dan is het land van ons. Hoe liep het af? Ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard met die pachters doen? Hij komt zelf en doodt die pachters en geeft de wijngaard aan anderen. Waarom zou Gods woord zeggen: de steen die door de bouwlieden afgekeurd werd, werd de allerbelangrijkste steen. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. En als die steen op iemand valt, wordt hij verpletterd tot stof.